Ik ben wel benieuwd. Ik zag dat er veel suiker in ging. Dit is echt heel vies hoor. Goedemiddag iedereen, welkom bij de eerste aflevering van Niet te Vreten. In deze serie ga ik langs bij kinderen die zeggen dat hun ouders niet kunnen koken en waarvan het eten dus echt niet te vreten is. Vandaag zijn we dus aangekomen in Bussum, want Mina had zich opgegeven nadat ze gedaan door mij een DM te sturen met het pak lassie rijst en daarbij te vertellen waarom ik dus langs moest komen. Dus eigenlijk is het gewoon een meet and greet, plus ik ga koken, plus ik ga proberen jouw huis niet te verbranden. Maar goed, laten we gewoon kijken of ze thuis is. Ik was vergeten te vertellen, het is wel heel belangrijk dat ze inderdaad een pak lassie rijst thuis heeft. Anders zijn we gewoon weg. Zijn we loesoe. Dus, we gaan kijken. Ik ga gewoon normaal lopen. Zie jij hem wel? Oh, er komt iemand aan. Ik kom voor de rijst. Rijst? Ik ben Dorina, moeder van Mina. Basically, uw dochter heeft u opgegeven omdat u zogenaamd niet zou kunnen koken. Dus ik kom even mee helpen koken. Er stond ineens iemand voor de deur, schrok me helemaal te pletter. Oké, nou, ik schrik ervan. Waarom heeft ze niks verteld? Hij had de boodschap, mijn eten was niet te vreten. Top! Ik zal er eens even bij roepen. Mina? Ja? Ik hoor iets over, jij hebt meegedaan, want ik kan het... Oh, ja. Han bij! Ik zei, oké. Ik ken hem natuurlijk nog niet, maar zij vond het helemaal fantastisch. Ik hoor dat ik niet kan koken. Klopt. Mijn moeder schrok heel erg en ik zat gewoon in mijn kamer. En toen stond in één keer mee voor de deur en toen schrok ik ook heel erg. Nou, daarom ben ik hier vandaag, want ik kom dat fixen. Oké. Hoop ik. Ik heb mijn moeder opgegeven omdat bietjes totaal echt niet tevreden zijn. Dus mijn vraag is nu, mag ik eigenlijk binnenkomen? Tuurlijk. Alright. Ja hoor. Oh, maar wacht. Voordat we naar binnen gaan, de grote vraag. Hebben jullie überhaupt een pak rijst thuis? Ik denk het wel, ik zal even kijken. Ze denkt, ze weet niet zeker, ze denkt. Ja. Oh, nu ze heeft het echt. Ze heeft het wel echt gewoon. Ah ja, ik zeg let's go dan. Dan ga ik gewoon jouw gerecht fixen. Denk ik, hoop ik. Let's go. Oké, wij zitten hier dus nu in jouw woonkamer. Ja. Jij weet volgens mij totaal niet wat er aan de hand is. Ik zou me sowieso even voorstellen. Hoi Hanwee, om welk gerecht gaat het überhaupt? Rode bietjes. Ja, maar ik ben nu zeg maar gewoon echt benieuwd. Waarom heb je je moeder nou opgegeven? Omdat rode bietjes super vies zijn. Het is heel zoet en het smaakt naar de grond alsof je een hap zand in je mond hebt. En waarom kookt u dat dan? Ja, heb ik gewoon van mijn moeder van huis uit meegekregen. Maar wist u dat zij het niet lekker vond? Nou, ik dacht het was wel oké eigenlijk. Ja, ik heb het heel vaak gezegd. Ze heeft niet geluisterd. Ja, ik dacht niet dat het zo vies is. Ik detecteer hier een liegende moeder. Nou, ze eet het niet vol enthousiasme op, maar dat ze nou echt niet tevreden vond, dat had ik ook niet verwacht. Kan ik het proeven? Ik denk dat we dat dan maar gaan doen. Alright, ik ben benieuwd. Ik zeg je eerlijk, ik ben wel benieuwd. Ik zag dat er veel suiker in ging. Dit is echt heel vies hoor. Echt vies. Hé, hey, je maakt het me niet zo makkelijker nu, hè? We krijgen twee borden. Volgens mij moet jij ook eten. Ik hoop het niet. Oh, toch wel. Ik vond het eigenlijk niet heel spannend dat Hanwee de bietjes ging proeven, want ik wist zeker dat hij het ook smerig zou vinden. Dus wat ligt hier precies? Rode bietjes met aardappels en slaving. En wat vind je het allergoorst? Bietjes. Zou ik met de bietjes beginnen? Ja, wat jij wil. Het ruikt naar spruitjes. Godver. En het is koud. Ik verwachtte iets warms, want het is toch avondeten. Dus ze waren als eerste gelijk koud. Ik dacht gewoon, I don't like this feeling. Godverdomme. Heel eerlijk gezegd, het is gewoon echt niet te vreten. Ik dacht, je overdrijft. Het was gewoon niet heel lekker. Maar de slaving was te doen. Het was te doen. Maar de bietjes, Eigenlijk ben ik wel blij dat het niet zo lekker is. Want anders was ik gewoon hier voor niks gekomen. Maar daarom ben ik hier inderdaad. Vandaag ga ik namelijk wel iets lekkers koken. Dat is namelijk wel de bedoeling, hoop ik. Oké, 3, 2, 1.
YouTube-magie. Oh, we hebben dat sprongetje daarvoor. Oh, wacht, dit moet even opnieuw, volgens mij. Nee, maakt niet uit. Ik snap het niet meer. Piep. Wow, waar zijn we? Oké, ik sta hier dus in de keuken met de moeder en Mina. En zoals je ziet, custom schoentjes. En wat wij vandaag gaan koken is pandanrijst, beltje met shawarma, auberginereepjes en tahini yoghurt. Ik ben toch Chinees. Het komt uit mijn roots. Ik heb liedjes gemaakt over rijst, want wij eten het gewoon elke dag. Ik heb gewoon letterlijk pakken rijst thuis staan. Dus ja, ik hou gewoon van rijst. Zoals je weet, ik ben een expert op dit gebied. Rijst, ik weet, heb je mijn paradies gezien? Ja. Rijst en bami. Ik wil rijst en bami. Dat bedoel ik maar. Expert in de building. Dus ik zeg, laten we dat gaan koken. Oh, wacht. Eerst de handen wassen, dat is heel belangrijk. Hygiëne nummer 1. Dat kan daar. Aha. Zit hier zeep? Oh. We wassen altijd de handen in de badkamer. Dat zou ik ook zeggen, volgens mij. Was niemand hier? Niemand was de handen hier, volgens mij. Eventjes later. Ik zag het niet. Maar... Dat is wel belangrijk, mensen. Hygiëne. Ik ben de hoofdchef. Zij zijn mijn sous-chefs. Dat heet zo, toch? Regie? Ja, dat heet zo. Dus jullie gaan mij helpen. Of wil je liever niet dat je moeder je komt helpen? Doe maar niet. Dus, beter. Zo. Laten we gewoon beginnen. Koken de rijst volgens de aanwijzingen op het pak. Nou, ik denk dat dat de makkelijkste stap is. Dus ik denk dat die naar je moeder gaat. Snijd de aubergine in plakken en dan in repen. Bestrooi met zout en laat 5 minuten staan. Wil jij dat doen? Ja hoor. Let's go. Okay, moet ik het dan nu zo snijden? Ik heb eigenlijk geen idee. Even kijken. Hoe moet die aubergine gesneden worden? Ja, ik wil dus niet te veel opscheppen over mijn kookskills. Maar ik heb het nog nooit gedaan, maar toch kan ik goed koken. Als je nou zo eerst die reepjes snijdt, zo overal, en dan zo misschien. Oké. Misschien, denk ik. Maar dan worden het meer blokjes. Inderdaad, daar dacht ik niet over na. Weet je, doe maar wat. Hij kwam koken, alleen hij kookte niet zoveel, hij deed niet zoveel. Wat jij mag doen, jij mag de yoghurt en tahini mengen. En verdunnen met water, als je dat wilt. Wat is tahini eigenlijk? Ja, dat vraag ik ook af. Ruggie! Mama, mag ik de zout? Ja, die staat hier. Ja, ik kan er niet bij. Kleintje, grapje. Gelukkig kan je er wel bij. Oh. Boom! Ik kan het lekker zelf krukken. Hai. Kijk, zo doen we dat. Oh, daarboven. Oh. Kijk, daar zelfs het tweede treetje gebruiken. Daar is hij voor, hè? Kijk uit van je vingers. Ik ben niet aansprakelijk. Kijk, daarvoor hebben we toch de moeder, hè? Voor dingen die gevaarlijk zijn, zodat wij ons niet bezeren. Gooi maar zout erbij. Oh, wacht, dit is een vergiet. Ik was het vergeten. Dit is een vergiet. Niet slim. Ik voel me best leidinggevend. Ik voelde me best belangrijk. En ik vind dat ik het goed heb gedaan. Hebben jullie brandblusser? Oh, voorzichtig. Heb je oprecht brandblusser? Als ik het zo bekijk, Hanwee. Je hebt wel praatjes, maar ondertussen ben ik alles aan het snijden en aan het regelen. Hij is de chef, maar hij heeft het niet allemaal zelf gedaan. Ik heb overal moeten helpen. Ja, ik zou dat natuurlijk ook zelf kunnen doen, maar ik ben hier voor het belangrijke werk. Is het niet denk ik gaar of niet? Nou, ik zou nog heel even wachten. Maar ja, ik laat het aan jou over natuurlijk. Kijk, ik laat het nog heel even wachten. Want voor mijn eigen gevoel is het nog niet helemaal gaar, dus... De grote vraag, wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het heel leuk. Maar, ruikt het al beter of? Ja, veel okay. Beter. Okay. Alles is beter dan beetje. Ja, ik moet wel zeggen, het gezin, ik vond het echt een supergezellig leuk gezin. Wij gaan nu op de vetste manier ooit een citroen wassen. Kijk, maar je vraagt natuurlijk af, waarom zou je citroen wassen? We gaan de schil eten, jongens. Als garnering op de shawarma. Heel sensueel dit. Laten we de rijst opscheppen, jongens. Oeh, dat is heel veel stoom. Daar is onze rijst. Ik zit de rijst een beetje mooi te maken. Because it's all about representatie. Prachtig. We gaan helpen. Ja. We zijn bijna klaar. Ik gooi nu sla ook nog eens erop. Plus, we gaan deze citroen even een beetje erop schillen. Want blijkbaar is dat lekker. Hoe smaakt het?
Ik denk heel lekker. Oké, jongens. Dan zijn we klaar. We kunnen het gaan serveren. Oké, mensen. Papa Hidde zit erbij. We zijn compleet. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan vinden van wat ik en Mina hebben gekookt. Nou, papa? Nou, het smaakt goed, eerlijk is eerlijk. Het zit in mijn hart, man. I love you. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel lekker. Ik had wel verwacht dat het lekker zou zijn, maar zo lekker. Het was echt lekker. Ik denk echt dat ik het vaker ga koken. Oeh. Oeh. Ik vind het wel lekker. Kijk, aardappels zijn ook lekker, maar rijst is toch where it is. Maar ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb wel hulp gekregen. Een beetje. We hebben dit allemaal gedaan, jongens. We hebben het allemaal gedaan. Behalve papa. Papa is lui. Papa hoort er niet bij. Inderdaad. Ik denk dat we dit serieus vaker gaan maken. Het zit er heel dik in dat het hele kamp komt uitlopen om deze rijst te gaan eten, ja. Maar ja, nu is de vraag natuurlijk. Gaan de bietjes ooit nog terugkomen? Of komt dit in de plaats van de bietjes? Alle tien. Ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. Dit is lekkerder dan de bietjes. Ja, sorry, die bietjes waren echt niet lekker. Nou, dat is dan top, jongens. Alright, wij gaan gewoon verder eten, want ik heb nog steeds honger. Maar goed, wil jij nou dat ik ook bij jou thuis kom koken? Dat is heel makkelijk. Alles wat je hoeft te doen, maak een selfie met een pak glassie rijst. Stuur deze naar mij via DM. @Hanwee. En ja, dat mag natuurlijk alleen als jouw ouders niet kunnen koken. En als jij graag zou willen dat ik bij jou thuis kon koken. Ik zou echt aan iedereen, maar dan ook iedereen aanraden om zich op te geven. Het was echt heel leuk. Zo simpel is het. En wie weet sta ik dan volgende week bij jou thuis in de keuken. Eventjes later. Ja, dat waren dus mijn kookkunsten. Supergezellig familie, supergezellige dag. Ik hoop dat jullie... Hanwee, er staat nog een afwas. Leuk.